ben ik ook in een nieuwe thuissituatie aan het werk. Ik ben een van de vrijwilligerscoördinatoren van Doorkas, Margriet Visser, en ben hier met mijn gezin thuis aan het werk. Anne-Roos zit in de box en de twee oudste kinderen die zijn huiswerk aan het maken. En de ander zit eigenlijk ook een spelletje te doen, omdat hij zijn huiswerk al af heeft. En ik probeer zo goed en zo kwaad als het me lukt, zoals heel veel mensen in Nederland, mijn werkzaamheden te doen. Een van de dingen is dus het ondersteunen van vrijwilligers. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk vrijwilligers voor ons zijn. De vrijwilligers doen zo ontzettend veel werk voor Doorkas in Nederland en in het buitenland. En nu op dit moment door het coronavirus zijn heel veel werkzaamheden niet mogelijk. De winkels zijn bijvoorbeeld allemaal gesloten. Heel veel vrijwilligers zitten dus nu ook thuis, die anders in de winkel aan het werk zouden zijn. Om de waardering te laten blijken en om elkaar een hart onder de riem te steken, wil ik eigenlijk iedereen oproepen om af en toe eens eventjes iemand in je omgeving te gaan bellen. Zo probeer ik ook iedere dag een paar telefoontjes te plegen naar vrijwilligers. Een kaartje sturen kan natuurlijk ook. Ik zal nu een van de vrijwilligers opbellen en even laten zien hoe makkelijk het eigenlijk is. Hallo Margriet, met André zelfs. Hey André, ik wilde even vragen hoe het met je gaat. Nou prima, ik zit op de fiets. Oh joh, dan bel ik niet gelegen. Oh jawel hoor, dat maakt helemaal niks uit. Nou. Ik zoek hier even een rustig plekje. En laten we ook in die zin maar gewoon om elkaar blijven denken en af en toe even elkaar bellen. En, want dat zijn de dingen die nog wel kunnen. Ja, zo is dat. Toch? Ja, dat is ook leuk hoor. Ik heb in mijn leven nog niet meegemaakt dat een organisatie op zo'n manier met zijn mensen omgaat. Wauw. Ik heb het op school ook altijd goed gehad, daar gaat het niet om. Nee. Maar ik vind dit toch wel een heel bijzondere organisatie. Hoor. Dat is leuk om te horen. Ja, ja dat is mooi. Ja. Hey, André, fiets lekker verder. Ik bel je binnenkort weer eens eventjes op om te vragen hoe het gaat. En blijf vertrouwen op onze Heer, hè? Dus bij deze een oproep aan iedereen. Denk om elkaar, zorg voor elkaar, stuur even een kaartje of een telefoontje. Het is een kleine moeite, maar je doet er ontzettend veel mee. Bedankt.